Het is 1942. In Valkenburg, diep in Limburg, richten de Duitse bezetters de Reichsschule op. Een opleidingsinstituut voor jongens met Duitsgezinde ouders. Een oud-Jezuïtenklooster, compleet met sterrenwacht en bibliotheek, moet ervoor wijken. De Duitsers breken een deel van het gebouw af om plaats te maken voor een zwembad en een gymzaal. De nieuwe school moet van alle gemakken voorzien zijn, want hier zal de nationaal-socialistische elite worden opgeleid. Elitescholen is een fenomeen van alle tijden en van allerlei soorten regimes. Of dat nou democratieën zijn of dictaturen. Ze hebben allemaal een elite nodig die het zakenleven leiding moeten geven, de politiek leiding moeten geven. En een van de meest schrijnende vormen van elitevorming hebben we tijdens de Duitse bezetting meegemaakt. Toen wilden de Duitsers hier in Valkenburg de elite voor het Groot-Germaanse Rijk vormen. Daarvoor zochten ze jongens en selecteerden ze op strenge manier om deel te nemen aan een onderwijsvorm die hen verder zou brengen tot het kader van het Derde Rijk. Het idee achter de Reichsschule is dat de Nederlanders ook Germanen zijn en dat ze daarom zullen helpen leiding te geven aan het Derde Rijk. De scholen staan op het gebied van onderwijs goed aangeschreven, met bekwame docenten en veel aandacht voor kunst, muziek en sport. In het nabijgelegen Heidhuizen wordt de Reichsschule voor meisjes opgericht en hier, in Valkenburg, worden de jongens opgeleid. Samen met David Barnau, oud-medewerker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, gaan we op zoek naar het gebouw. We treffen een vervallen pand aan dat al jaren leeg staat. Van de eens zo glorieuze eliteschool is niets meer over. Wat voor een school was dat nou? De start was een eliteschool om Nederlandse kindertjes samen met Duitse kindertjes op te leiden voor het duizendjarig Rijk. Het onderwijs was wel helemaal in Duits, dus het was duidelijk dat in het toekomstig duizendjarige Rijk alleen Duits gesproken zou worden. Het was een middelbare schoolopleiding, een combinatie van gymnasium en HBS, zal ik maar zeggen. Maar binnen het gewone vakkenpakket, wat gewoon een normaal pakket was, zat dan ook biologie. Alleen de biologie ging hier dan ook om uit te leggen dat de Joden niet deugden. En het geschiedenisonderwijs zal ook enigszins afgeweken hebben van ander onderwijs. Van het begin af aan wordt de jongens ingepeperd dat ze uitverkorenen zijn. Want de plek op deze school kreeg je niet zomaar. Hoe werden die leerlingen geselecteerd? Eigenlijk ideologisch in eerste instantie. Daar gingen kinderen naartoe waarvan de ouders pro-Duits waren. Dat is duidelijk. En dan was er een selectie, een gewone selectie op intelligentie. Maar ook een selectie op, ja, of je een beetje kunstzinnig was, of je ook wel een beetje wat aan sport kon doen. Want het was een soort full-out training. Daarnaast werden de jongens op raskenmerken geselecteerd. Een arts van de school deed schedelmetingen om te bepalen of de kandidaten er wel Germaans genoeg uitzagen. Ook moesten de toekomstige leerlingen moed tonen. Angsthazen waren op de Reichsschule niet welkom. Bij toelatingsexamen zou je zeggen dat je van de hoogste plank moest springen in het zwembad. Dat je moest boksen tegen een veel oudere leerling. Ze wilden hier geen watjes hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Op de school krijgen jongens kost en inwoning en dragen ze een uniform. Het lerarenkorps bestaat voornamelijk uit SS'ers en leerlingen worden onderworpen aan een streng regime. Een jongen die zijn aardappelen met jus prakt, zoals hij thuis gewend was, wordt meteen gestraft. Hij moet ten overstaan van alle leerlingen zijn bord leeg eten en bij elke hap uitroepen: "Ich bin ein Schwein." Toch was het leven op de Reichsschule voor de NSB-jongens zo slecht nog niet, legt David uit. Als je bedenkt dat kleine NSB-kindertjes op hun gewone school gepest werden, en soms uitgescholden of in een sloot gegooid of wat dan ook. Dat was hier niet meer. Ze waren hier onder hun gelijken. Dus wat dat betreft hadden ze het beter. Bovendien wordt de leerlingen een glorieuze toekomst voorgespiegeld. Het is de bedoeling dat ze een belangrijke rol gaan spelen in het Derde Rijk. Het grote ideaal was dat als je 18 was, dat je eerst bij de Waffen-SS ging om je als man te bewijzen. En dan terugkwam en een carrière te beginnen in het duizendjarig Rijk op een vooraanstaande plaats, zou ik maar zeggen. Het liep anders. In september 1944, als de geallieerden razendsnel dichterbij komen, wordt het school ontruimd. De jongens gaan naar het station van Valkenburg en stappen op de trein naar Duitsland.
Ze lopen hier naartoe, naar het station. En ze gaan op de trein en einde van de school. Maar wat gebeurde met die kinderen daar? Een deel van die kinderen is op een of andere manier weer terug naar Nederland gegaan. Een deel is bij de ouders gekomen, omdat die ouders, NSB-ouders, zijn ook gevlucht een paar dagen later. En die komen terecht in Duitsland, dus de jongens gaan daar naartoe. De iets ouderen, en dan praat je over 16, 17, die worden geronseld. Die worden geprest van, wij hebben zoveel goeds voor je gedaan op school. Nu moet jij ook helpen ons vaderland, ons Duitsland te verdedigen. Dus er zijn jongens op akelige wijze aan het front terechtgekomen, zonder enige gevechtservaring. Sommige van de jongens sneuvelen in de strijd. Anderen keren terug naar Nederland en proberen daar hun leven weer op te pakken. Als kinderen van NSB'ers hebben zij het niet makkelijk.